mensen nog eentje haalt uit je tenen. Dankjewel, dankjewel. We zijn een hele dag in Eindhoven prachtige ondernemers aan het interviewen. Dat kun je waarschijnlijk vanaf morgen, vanaf, wanneer is het morgen? Woensdag, hè? Woensdag. Ja. Vanaf woensdag online terugvinden. Stekel, ik moet ineens even aan één dingetje denken. Ik had ooit bij de VPRO een project gedaan en het heette Op weg naar Stadskanaal. En daar hadden we een 0900 nummer. En daar konden mensen op inbellen. En omdat een beetje, we zochten het juiste nummer wat nog beschikbaar was. En toen hadden we een nummer gevonden wat 0900 Stadskanaal was, maar dan zonder de A's. En dan ging Gerard Wallen van de VPRO reclame voor maken op de radio. En dan zei hij, bel nu 0900 Stadskanaal. daar moet ik aan denken nu we de man hebben die verantwoordelijk is voor community. Ik zag hem niet aankomen. Maar nee. Maxime Schram, welkom. Community, als we het als gewoon uitspreken. Bij dit soort bedrijven en bedrijfsnamen vraag ik me altijd af of het was omdat het een geschikt domein zocht. Nou, het speelde wel mee, moet ik zeggen. Ja, maar dus community, alleen de Y is nog over, zeg maar, en voor de rest... Ja, we missen ook een M in het midden, want eigenlijk is community met twee M'en. Oké, je maakt jezelf helemaal ingewikkeld. Ja, precies. Dus, nee, maar we zochten ook vooral iets wat herkenbaar was, wat uniek was, wat we konden registreren, ook als merk konden deponeren. En wat eruit zag, waardoor je dacht van, hey, wat is dat? Een beetje vragen oproepen bij mensen, verwondering, en, zodat het blijft hangen. Ja. Dat was en wat is het? Nou, officieel is het Community Corporation. En dat hebben we weer erachter geplakt, omdat we dachten van, als we de telefoon opnemen met hallo met community, dat toch een beetje raar klinkt. Want, ja. Community wat dan? En Community Corporation vonden we wat statiger klinken. Maar wat wij doen is eigenlijk heel simpel. Wij maken software waarmee organisaties online communities kunnen samenstellen. En wat doen ze daar dan mee? Dat kan heel erg uiteenlopend zijn. Het kan zijn dat ze juist dat ze op zoek zijn naar ideeën voor hoe ze hun dienstverlening of hun product kunnen verbeteren. Nou, dan kunnen ze een community creëren van mensen die hun product of hun dienst afnemen. En daar mee discussie aangaan, vragen om nieuwe ideeën, vragen om verbeteringen. Maar het kan ook zijn dat een bedrijf hun klanten een manier wil geven om vragen te stellen aan andere mensen die hetzelfde product hebben. Dus het gaat er niet zozeer om verbetering, maar om service. Maar eigenlijk alles waar het gaat om dialoog tussen mensen die een gemeenschappelijk belang hebben. Daar kun je onze software voor gebruiken. Ja. Hey, als ik, daar is heel veel van. De concurrentie lijkt me moordend. Want het kan eigenlijk van alles zijn. Mm-hmm. Wellicht kunnen mensen ook al best veel voor elkaar krijgen als ze een gesloten Facebook groep gaan beginnen. Of je zoekt op WordPress en community. En je vindt oplossingen die ook uit de box komen. Wat onderscheidt jullie? Ja, dat is een goede vraag. Het is zelfs iets wat mij nog dagelijks verbaast. Want natuurlijk zien wij ook al die gratis alternatieven of misschien wel goedkopere alternatieven. En toch zijn er bedrijven over heel de wereld die een klein bedrijfje uit Eindhoven weten te vinden. Ik denk dat het hem zit in een aantal zaken. Eén, dat bij heel veel van de alternatieven zoals bijvoorbeeld een Facebook, wordt degene die het gebruikt geen eigenaar van de data. Hij kan eigenlijk heel weinig met de data. Terwijl de klanten die wij hebben, die willen heel graag analyses loslaten. Zoals emotieanalyses en weet je wel, welke woorden worden het meest genoemd, welke merken komen het vaakst voor, dat soort dingen. Dat is toch wat lastiger als je een Facebook gebruikt. En ze zijn vaak op zoek naar nog twee andere dingen. Eén is service. Ze willen iemand kunnen bellen die hun kan helpen om dat platform in te richten.
En ten derde zijn ze ook heel vaak op zoek naar net even een soort van customization, een aanpassing op de software, die het net weer iets unieker maakt dan hetzelfde platform wat de concurrent bijvoorbeeld. Ja, want zeker bedrijven van enige naam, die willen niet iets wat hetzelfde is als een ander, maar een andere kleur. Exact, ja. En ja, je ziet dat dat toch wel lastig is als je bijvoorbeeld met WordPress, dan zit je toch weer vast aan bepaalde stramine. Nou, met zoiets als Facebook is dat al helemaal niet mogelijk. Maar ik denk ja, vooral die persoonlijke bemiddeling die wij toevoegen aan de dienstverlening, dat ons onderscheidt. Jij bent een van de pioniers in Nederland als het gaat over crowdsourcing. Want hiervoor had je heette het Redesign Me platform, ja. Wat je had. Mm-hmm. En, het is nog steeds hetzelfde bedrijf eigenlijk, alleen het is van naam veranderd. Ja, ja. En nog eventjes voor wie er toen niet bij was. Wat deed Redesign Me en waarom is dat er niet meer of van naam veranderd? Ik ben daar in 2007 mee begonnen. Ik gaf toen les op de Design Academy in Eindhoven. Ik heb zelf een achtergrond als informaticus en cognitief psycholoog. Ik vond het leuk om na te denken hoe dat je producten gebruiksvriendelijker kon maken. En via ben ik met het onderwijsbureau van de Design Academy in contact gekomen. Die zeiden van, nou, dat is nu net wat sommige van onze studenten missen. Ze maken mooie producten, maar ze denken te weinig na over die eindgebruiker. Kun jij ze daar niet iets over leren? Nou, vond ik hartstikke leuk. En een van de opdrachten die ik gaf was, neem een product wat je zelf ontworpen hebt en ga daarmee de straat op. En vraag gewoon aan het publiek wat ze ervan vinden. En dat vonden ze heel eng, want ze spraken nooit een eindgebruiker. En weet je, maar ik weet gewoon wat mooi is. Weet je, waarom moet ik dat die eindgebruiker vragen? Echte kunstenaar. Maar dat was toch wel heel erg nuttig, want ze kwamen terug met best wel veel feedback. En dat moesten ze verwerken, die feedback, tot een redesign van het product. En daar kregen ze dan een cijfer voor. Dus het was eigenlijk een oefening in user-centered design, zou je kunnen noemen. En in die tijd kwam YouTube net op en al die dynamische websites, web 2.0. En toen dacht ik van, kunnen we die twee dingen niet combineren? Dat je gewoon een design op internet zet en de massa vraagt daarop te schieten. En samen kom je misschien wel tot een betere oplossing. En dan had ik als een soort van, op een zondagmiddag had ik een website in elkaar gezet. En die had ik aan die studenten gepresenteerd. Van nou, zet daar je product op en dan gaan we dat een beetje rond twitteren. En dan kijken we of dat reactie op komt. En dat ging eigenlijk heel erg hard. Er kwamen honderden reacties op één design. En toen gingen er ook bedrijven bellen. Die zeiden van, hé, wat gebeurt hier? Dit is interessant. Kunnen wij ook ons product erop zetten? En dan willen wij er wel iets voor betalen. Ja, toen begonnen bij mij iets te borrelen. Dat ik dacht van, hé, hier zit dus blijkbaar business in. En die eerste klant was Vodafone. Dat was de tak in Engeland. Die waren bezig met een redesign van hun website voor mobiele telefoons. Waar je net op kon browsen. Dat lukte allemaal niet. Ze hadden verschillende designbureaus eraan laten kijken. Ze hadden het zelf geprobeerd. Maar ze waren juist op zoek naar de feedback van de Vodafone-klanten. Maar ook van mensen die geen klant waren, maar die gewoon goede ideeën hadden. Dus zij hebben mij toen, ik geloof, €500 betaald om dat op die site te mogen zetten. Mm-hmm. En ze hebben geloof ik iets van 40 of 50 ideeën gekregen. Nog niet eens zo heel erg veel, maar wel dingen waar ze mee verder. Want dat wil ik net zeggen, is het vaak ook niet zo als heel veel mensen gaan reageren op iets, dat je er dan vaak juist weer niks mee kan. Mm-hmm. Dat het dan, weet je, gaat het alle kanten op. Ja, nou in het begin, jij vroeg net van waarom is het ten onder gegaan en waarom is het van naam veranderd. Dat heeft uiteindelijk wel 4-5 jaar geduurd. Dat was wel een van de redenen. Op een gegeven moment kwam er een wildgroei aan dat soort websites. Je had 99 Designs, Crowdspring, Ontwerpen voor Geld, al dat soort sites. Wij waren juist heel erg op zoek naar die kwaliteit, kwalitatief goede designers en innovators. Maar wij zagen dat die mensen die gingen op verschillende websites meedoen om hun kansen te spreiden, bijvoorbeeld. Ja. Verschillende websites gingen zich weer op verschillende zaken specialiseren. Je kreeg marketing gerelateerde websites, 2D design, 3D design, innovatie. Dus onze klanten hadden ook steeds meer keus. Sorry. Dus het was voor ons moeilijker om die mensen vast te houden en om kwalitatief hoogwaardige ideeën te verzamelen. En het was tegelijkertijd voor de klant, die had gewoon veel meer keus. Dus ja, daar ging je businessmodel. Dus eerst faciliteerde je je eigen community, zou je kunnen zeggen, die had opgebouwd. Ja. Ja. En je dacht, nou, oké, dat is hem niet meer. We gaan nu eigenlijk de techniek inzetten. We faciliteren de communities van bedrijven. Ja, heel eerlijk was het eigenlijk gewoon een soort van noodgreep. Want we hadden al best wel veel geïnvesteerd al. Ik had een lening bij de bank, had er zelf heel veel in geïnvesteerd. En nou, we hadden best wel leuke grote merken geholpen. Pickwick en Schiphol en Honig en noem het allemaal maar op. Maar die
dachten van ja, het is leuk, dit hebben we nu geprobeerd en nu gaan we weer iets anders doen. Nu gaan we weer een focusgroep doen of we gaan zelf met mensen praten op Schiphol. Maar ik zag ook dat een heleboel marketingafdelingen zelf hun eigen communities gingen bouwen. En dat deden ze eigenlijk helemaal niet zo goed. Dat werd in elkaar geflanst, zag er wel heel mooi uit, maar het werkte eigenlijk niet heel erg goed. Terwijl wij een product hadden gebouwd al 4, 5 jaar, waar enorm veel programmeertijd, enorm veel kennis in zat. En ook vanuit mijn eigen interesse van gebruikersgemak, wat gewoon lekker werkte. Dus toen dacht ik van, kan ik nou niet naar hun toe gaan en zeggen van, oké, die community vind je misschien niet meer interessant, maar wellicht de software wel. En wat ook nog speelde is dat wij merkten dat we aan het concurreren waren met marktonderzoekbureaus. Dus je hebt TNS Nipo en GFK, die zochten ook manieren om opnieuw met hun doelgroep. Ja, die zochten ook digitale middelen om te doen wat ze doen en dat sneller en beter te doen. Precies. Ja. Nou ja, en die waren ook, je had ook een programmeerafdeling die normaal gesproken vragenlijsten programmeerde. En die waren nu een community aan elkaar aan het zetten en dat werkte allemaal niet. Dus op een gegeven moment ben ik met hun aan gegaan van ja, willen jullie anders niet gewoon onze software licenseren? Dan gaan wij niet meer proberen jullie klanten te benaderen. Dus wij zaten ook bij de Heineken's en overal en ja, die kozen dan niet voor ons omdat wij te klein waren en ze kozen niet voor het marktonderzoekbureau omdat die juist de tool niet hadden. Nou, en zo is het eigenlijk een beetje gaan rollen en die naamsverandering die komt er eigenlijk uit voort dat een hele hoop mensen ons nog kenden van design of als een concurrent van hun. Ja. En eigenlijk hebben we daar gewoon een soort van, ja, noem het een marketing move gemaakt. Of we zeggen van nou, we veranderen ons gewoon van naam, maar dan niet alleen van naam, maar ook van strategie. Door gewoon heel duidelijk te communiceren. En ben je nu eigenlijk een technologie provider op de achtergrond? Ja. Die voor eigenlijk de klassieke marktonderzoekbureaus, tooling, technologie levert om voor hun klanten dat goed te kunnen doen. Ja en niet alleen marktonderzoekbureaus, wel een groot deel. Ja. Maar ook innovatie, consultingbureaus. En eigenlijk opereren we heel erg onder de radar. Dus misschien heb je al op een platform gezeten van ons zonder dat je dat weet. En dat vinden we op zich ook gewoon wel prettig. Omdat ja, we zijn een beetje nerds. Het gaat ons gewoon om, we vinden het leuk om hele goede tools te maken. En ons niet zozeer bezig te houden met wat er gebeurt op het platform. En of het wel genoeg resultaat oplevert. Dat is maar is dat niet jammer? Want weet je, alleen met alleen techniek heb je namelijk niks. Je community wordt niet succesvol door de techniek. Nee, maar hij wordt ook niet succesvol als je slechte techniek hebt. Nee, dat geloof ik ook niet. Dus maar uiteindelijk denk ik dat het belangrijker is welke rol het bedrijf dan actief speelt om zijn community actief te houden, actief te krijgen, daar leven in te houden. Daar zit het succes, denk ik dan. Hè? Ja, nou, ik denk dat je daar wel grotendeels voor gelijk in hebt. Alleen, moet je zeggen. Maar jij hebt zoveel ervaring, bedoel ik. Waarom combineer je die twee niet? Ze kopen je techniek en jij helpt ze. Wat zijn de succesfactoren van een community? Nou, dat is een heel bewuste keuze geweest, omdat wij merkten dat we daarmee eigenlijk op de tenen stonden van onze klanten. Kijk, je moet zo zien, een marktonderzoekbureau die heeft enorm veel kennis in huis. Innovatieconsultingbureau heeft enorm veel kennis in huis. Die hebben ook een relatie opgebouwd met hun klant, misschien wel 10, 20 jaar. Als wij dan zeggen van ja, wij kunnen dat ook allemaal. We hebben in het verleden gezien dat niet werkt. Je verstoorde de bestaande verhoudingen en je bent eigenlijk, heb je eieren voor je geld gekozen. Is dat Dus ja, zo, ik weet niet of ik het zo zou zeggen. Nou, probeer het even te vertalen. Nou, het verstoren van die verhoudingen werkte eventjes. Ja. Maar daarna zag je dat mensen toch weer, ja, kudde dieren zijn. Ik zie daar wat beesten staan, ik moet er een keer aan denken. En dat ze toch weer terugvallen in oude bestaande verhoudingen, om het maar zo te noemen. Ja. Maar dat ze wel altijd geïnteresseerd blijven in nieuwe technologie. Ja, toch ben ik wel benieuwd hoe dat bij je werkt. Want je zegt aan de ene kant van ja, we opereren nu onder de radar. We zijn weer technologieleveranciers, vinden we eigenlijk ook wel prettig. Maar we hebben juist ook van jou gezien dat je het ook wel juist het wilde verstoren. Je had het idee om het anders te gaan doen. Ja, nou, dat borrelt dat niet bij je? Dat je denkt van goh. Nee, eigenlijk niet meer. Minder in ieder geval. Misschien komt het ook omdat dit bedrijf nu al 7 jaar bestaat. Misschien omdat ik wat ouder ben geworden, ik weet het niet. Maar ik zoek denk ik wat meer richting stabiliteit en schaalbaarheid dan proberen voor disruption te gaan. Ik weet niet of dat in deze fase van bedrijven en waarin ik nu zit, of dat bij ons past. Hey, wat heb jij die afgelopen 7 jaar, zei je, meen ik? Ja. Wat heb jij geleerd? In welke
gevallen, welke situaties werkt crowdsourcing of je community inzetten goed en waar is het minder geschikt voor? Nou, wat je wel merkt is dat het moet wel een beetje sexy zijn waar je over praat. Ik bedoel, we hebben ook communities gedaan over pensioenen en over sparen. Ja, dat blijft toch heel erg moeilijk. Hè? Daar praat je misschien een week over met mensen in de community en daarna ja, dan krijg je weer dezelfde. Er zit weinig innovatie in en er valt ook weinig over te fantaseren. Maar ja, als je het hebt over een gaaf horloge, over een mooie auto of over een gadget of zo, weet je, daar heeft iedereen wel fantasie bij en een mening over. En als het ook een mooi merk is, dan vinden mensen het leuk om zich daarbij aan te sluiten en dat merk te voorzien van feedback en tegen hun vrienden te vertellen dat zij, want dat is ook heel belangrijk, zijn uitgekozen om mee te denken met dat merk en dat niet iedereen daarbij mag, hè, dat unieke, die voortrekkersrol. Hey, kun je een voorbeeld noemen van succesvol inzet van, nou ja, met name jullie platform dan? Wat is er tot stand gekomen of welke informatie heeft het opgeleverd die bedrijven zonder dit type techniek of deze manier van samenwerken met het publiek niet hadden? Nou, ik weet niet of ze het zonder de techniek niet hadden gekund. Het was waarschijnlijk wel wat lastiger geweest. De community maakt het gewoon natuurlijk makkelijk om wereldwijd met mensen te verbinden en er zitten van die slimmigheden in dat je tekeningetjes kan maken en dat soort zaken. Ik ben zelf heel erg trots op de community die we samen met Phoneblocks hebben gedaan. Jullie kennen Phoneblocks? Ik niet. Nee, die Dave Huckins, die de prijs heeft gewonnen met een blokjes telefoon. Ja. Nou, die schreef op bepaalde mensen in de krant van, ja, ik heb nu best wel veel fans op Facebook die allemaal geïnteresseerd zijn in de telefoon. Die zou ik allemaal een stem willen geven, maar ik weet niet hoe. Ik denk dat de community misschien wel iets is. En nou, toen heb ik hem gebeld en toen hebben we daar samen over nagedacht en hebben we een community in elkaar gezet voor Phoneblocks, waarin hij met inmiddels 25.000 mensen nadenkt over allerlei verschillende blokjes. En dat gaat dan over audio, het gaat over wifi, het gaat over bluetooth. En er is nu een samenwerking met Sennheiser, waarin Sennheiser heeft gevraagd aan zijn community van kom eens met ideeën over hoe dat jullie denken of vinden dat het Sennheiser blokje eruit moet zien. En er zijn honderden suggesties binnengekomen waar Sennheiser nu actief mee aan de slag is. En ik neem aan dat de bedrijven waar jullie voor werken eigenlijk vaak moeten kiezen tussen de ouderwetse klassieke methode van bijvoorbeeld focusgroepen. Ja. Of kiezen voor jullie tooling. Ja, het gebeurt ook wel soms of samen. Soms, maar, ja, want wat... En ga even in de verkoopmodus. Je zit bij zo'n potentiële klant. Waarom moet je nou met jullie spullen? Waarom is dat nou zoveel beter dan de gewone vertrouwde focus? Ja, maak ons gek. Ja, eigenlijk geld brandt in onze zakken. Ja, eigenlijk is dit dus wat wij uitbesteden aan de marktonderzoekbureaus. Die moeten het marktonderzoek verkopen. Maar dat is een flauw antwoord. Ja. Ja. Maar dat is wel hoe we het geregeld hebben. Dat is net waar we ons niet meer druk hoeven te maken. Die bureaus die weten vaak al dat ze moeten vernieuwen en dat ze iets als dit nodig hebben. En heel simpel gezegd, als wij een contract sluiten met een marktonderzoekbureau, dan hebben we er eigenlijk weer 20 verkopers bij. Want zij moeten de investering ook weer terugverdienen enzovoorts. Ja. Maar wat je wel merkt, wat zij als verkoopargumenten gebruiken, is dat ja, zo'n focusgroep, dat is vaak time and place. Het is hier en nu. Het is in Amsterdam of het is in Eindhoven. Ja. En het is in Tokio en in New York. Mensen moeten daar zijn en dat duurt eventjes en daarna is het weer voorbij. En misschien zitten ze in de trein naar huis en hebben ze denk ik van, frek, ik heb nog een idee. Met onze tools kun je continu met die mensen in verbinding staan. Ze kunnen reageren als jij ligt te slapen. Je kunt ze de volgende dag belonen voor hun deelname door ze punten te geven en badges. Die ze dan weer vol trots presenteren op hun profielpagina. Het is een continu verbindingskanaal om met jouw doelgroep in contact te staan. Hey, is het een brainstorm oplossing of is het een besluitvormingsoplossing? Beide. Ja, dat is ook weer zo'n open deur. Maar, open deuren zijn er om ingetrapt te worden. Kijk, we hebben de afgelopen jaren heel veel geïnvesteerd in een soort van blokkendoos. Er zit heel veel in en je haalt eruit wat je nodig hebt. Soms ben je heel erg gericht op zoek naar één oplossing. Soms wil je meer diversificeren. Ja, wij kunnen je helpen te besluiten welke manieren, welke technieken je het beste kunt gebruiken. Wat zijn de karakteristieken van een bedrijf om dit succesvol te doen?
Wat moeten zij doen om het een succes te maken? Nou, je zei het net zelf al goed. Ze moeten wel actief zich bewegen op zo'n platform. We zien voorbeelden van bedrijven die heel graag een community willen en daar ook geld in investeren. En met alle respect, dan vragen ze een stagiair om te modereren. Nou, we hebben een paar keer gezien, ja, dat is toch best wel lastig. Mensen die niet die ervaring hebben, ja, die kun je beter niet als enige op zo'n platform zetten. Dat is eigenlijk gewoon zonde van je investering. Dus zorg wel, het is geen magische black box waar je je vragen in gooit en waar dan automatisch de wereldideeën uitkomen. Je moet laten zien aan je community dat je actief betrokken bent, dat je hun inzet waardeert. Eigenlijk moet je er net zoveel tijd in stoppen als een individu aan de andere kant. Hey, we zijn hier de hele dag te gast in Eindhoven. Vragen aan iedereen, wat maakt Eindhoven bijzonder? Of is het bijzonder? Je mag een van de twee mag je beantwoorden. Wat maakt het bijzonder of is het bijzonder? Ja, ik vind dat een lastige vraag. Is jouw bedrijf beter af hier te zitten dan dat ergens anders gezeten? Profiteer jij van de deskundigheid? We hebben ook veel partijen die ook met hardware zitten. Mm-hmm. Dat ben jij niet, hè? Jij hebt een softwarebedrijf. Ja, ik weet niet of dat precies of dat had uitgemaakt als wij in Amsterdam hadden gezeten of in een andere stad. Ik vind dat Marien het wel heel mooi samenvat net. Wat je wel merkt is dat mensen heel sterk geneigd zijn om met elkaar samen te werken in plaats van te concurreren. Als je ziet hoe snel zo'n high-tech campus als deze zich evolueert als Stripe S, hoe de bedrijfjes daar uit de grond schieten, maar niet alleen voor zichzelf gaan, maar dat er ook hele businessmodellen zijn die gericht zijn op, je werkt 40% van je tijd of 60% van je tijd voor jezelf, maar voor 40% van je tijd werk je gezamenlijk aan projecten en samen helpen elkaar. Dat is niet iets wat ik nog op heel veel andere plekken in Nederland of in de wereld zie. Misschien dat wel iets is wat waardoor het voor een start-up of voor een designer of iemand met een goed idee een fijne plek is om te beginnen. Er is altijd iemand die je verder wil helpen of die weer iemand kent die samen met jou wil werken. Er zijn tal van mogelijkheden ook om financiering te krijgen of een lening tegen prettige voorwaarden. En daar hoor ik van wel eens vanuit andere regio's van Nederland dat ze daar wel eens jaloers op zijn. Ja. En je zei, een van mijn interesses is dat de dingen moeten goed uitzien, lekker werken. Daar ligt ook je deel van je deskundigheid. Mm-hmm. Ik zag eerder al een tweet langskomen van iemand die zei van, tot nu toe gaat het heel erg over techniek, maar design is ook heel erg belangrijk. Ja. Is er de afgelopen jaren meer oog voor design gekomen? Dat denk ik wel. Ja, als je alleen al kijkt naar user interface design. Dat bijvoorbeeld zo'n Google nu met hun material design in één keer vanuit, voorheen alleen maar vanuit de techniek en vanuit het netwerk, nu ook vanuit die eindgebruiker daar enorm veel energie in gaat steken. Omdat ze gewoon merken, denk ik, dat een succesvol product, dat kun je maken of breken met een goede of een slechte user interface. Dus ik denk dat vooral de designkant van internet bijvoorbeeld alleen al, dat enorm veel meer aandacht heeft gekregen de afgelopen jaren en ook veel meer mogelijkheden. Wat je op heel veel plekken ziet, maar dat hebben we vandaag ook een aantal keer zien langskomen, is dat hardware en software steeds meer dichter tegen elkaar aankruipen, steeds meer met elkaar, te maken hebben. Vergt dat een ander type designers? Weet ik niet. Weet je het niet of vind je eigenlijk van niet? Dit is een gebied waar ik me al een aantal jaren niet echt meer mee bezig hou met hardware. Hè. Het was wel op de Design Academy, was dat wel altijd het centrale punt. Mensen wilden producten maken. Ja. Ik ben er mij de afgelopen jaren juist meer op de software kant gaan richten. Dus dat is niet echt iets waar ik nu een hele uitgesproken mening over heb. Wat ik al zei, ik bedoel, er verscheen vandaag nog een artikel over
hoeveel moeite bijvoorbeeld applicatieprogrammeurs, app-programmeurs hebben om te kunnen bijbenen wat Apple met iOS en Android allemaal verzint iedere maand. En niet alleen maar vanuit techniek, van allerlei sensoren en allerlei eisen en security documenten waar ze aan moeten voldoen. Maar ook qua user interface wordt er gewoon steeds meer worden er eisen gesteld. Wij hebben ook een app, een native app. In het begin hadden we alleen maar een browser versie van het platform, nu is dat native. Nou, als je alleen maar ziet wat er afgelopen jaar bij is gekomen aan extra eisen waar je app allemaal aan moet voldoen op user interface gebied, ja, dan is dat gewoon bijna niet meer bij te houden. En breken onze designers ook wel eens hun hoofd zo van hoe gaan we dit wel nu weer oplossen. Dus ik denk dat een designer steeds meer multidisciplinair moet zijn. Hij moet snappen hoe programmatuur werkt, want hij moet heel nauw samenwerken met de programmeur. En hij moet zich ook nog natuurlijk blijven verdiepen in de eindgebruiker, die heel erg misschien wel grillig is en snel geneigd is om over te stappen naar een ander besturingssysteem of een andere user interface op het moment dat het hem niet meer bevalt. Dus een designer van nu moet technischer zijn dan eentje van een aantal jaar geleden? Ja, zeker weten, ja. En de opleidingen, sluiten die daarop aan? Ik ben uiteindelijk bij de Design Academy weggegaan om twee redenen. Eén, omdat het met het bedrijf harder ging, maar ook omdat ik gewoon merkte dat er te weinig aandacht was voor bijvoorbeeld ondernemerschap. Ik geloof dat nu wel beter is. Maar ik merkte dat mensen die dus ideeën hadden om voor een app of voor een ander product, dat die te weinig gestimuleerd werden vanuit de opleiding om daar echt actief iets mee te doen. Ze moesten een kleurenstudie gaan doen met verf of zo. Weet je wel? Dat was een onderdeel van de opleiding. Terwijl ik denk van leer die mensen eens hoe dat ze hun product naar de markt brengen via nieuwe methodieken zoals waar bijvoorbeeld Merino mee bezig is. Ja. Ja, dat is jammer. Ik zeg al, ik weet niet hoe het nu is. Ik hoop beter. Ja. En hoe makkelijk is het voor jou om goed personeel te vinden? Oh, waanzinnig moeilijk. Ja. Dus en competenties kun je niet vinden? Wat ik de laatste tijd vooral meemaak, is dat mensen op zich wel de techniek beheersen, maar dat ze onvoldoende een gevoel hebben voor, dat is misschien heel suf, maar dat ze hun tijd slecht kunnen plannen. Als je ze vraagt van, hoe lang denk je met deze opdracht bezig te zijn, want het moet volgende week af, dat ze dan weinig besef hebben van hoe lang dat het ze gaat kosten en dan maar iets roepen en dan vervolgens is het niet af en komen wij in de problemen. Dat soort banale, basale zaken zijn dingen die waar wij nu van merken van dat het gewoon heel erg moeilijk is om daar goed getraind personeel om te vinden. En wat zijn je ambities met je bedrijf nu? Wat we nu vooral qua uitdaging hebben is het schaalbaar houden. Kijk bijvoorbeeld, we hebben best wel wat klanten die nu internationale communities draaien in China en in Zuid-Amerika en in Zuid-Afrika. Dus dat betekent ten eerste dat de user interface in veel meer talen beschikbaar moet zijn. Maar vervolgens verwachten ze eigenlijk ook automatisch van ons dat als iemand van hun kantoor in Shanghai een probleem heeft, dat ze dan ons kunnen bellen en dat ze dan iemand aan de lijn krijgen. Ja, dan ben jij altijd dan. Jij wordt wakker gebeld. Inderdaad. In de SLA staat nu mijn mobiele telefoonnummer. Oh ja? Ja. Ja. En daar wil ik zo snel mogelijk natuurlijk vanaf, begrijp je. Ook, ja. Maar goed, dat is best een uitdaging. Zorg maar eens dat je je 24 uur organisatie wordt. Ja, dat is een dure, dat je overal dure support kan leveren. Dat vind ik wel grappig, want ik zat een interview uit begin 2003 met jou te lezen. Toen, oh jee. Toen, zo lang geleden? Toen noemde je exact dit punt. Oké. Okay. Had ik toen ook al met zijn telefoon s'nachts wakker gebeld? Dus ondersteuning met name als de belangrijkste uitdaging in de verschillende tijdzones, daar had je toen over. Ja, dat steeds niet opgelost. Je zei ook dat je in 2003 een miljoen wilde omzetten, in 2004 het dubbele. Okay. Een miljoen en dit jaar het dubbele, dus 2 miljoen. Ja, nou dat ligt je op schema? Redelijk, ja. Ja?
Dat is netjes. Respect. Ja, ja. Dank je. Ja. Nee, ik vind het mooi als mensen dingen roepen die dan ook lukken. Nu nog even je nummer uit de SLA en dan... Precies. Want dus je hebt dat in 2013 geroepen. Dat je dat, ja, 2013. Ja, dat is nog vrij kort geleden. Dus dan is het logisch dat je dat... Dat is redelijk bijna schema was. Januari 2013. Ja. Nee, ik was aan het kijken of we een 0900 nummer konden regelen. Maar dat kun je weer niet bellen vanuit het buitenland. Dus dat was ook geen oplossing. Ja. Dus ik ben nog zoekende. Oké, nou ja. Veel succes daarmee. Dankjewel. Leuk dat je je verhaal wilde vertellen. En we houden het graag in de gaten. En kom nog eens een keertje langs om bij het volgende miljoen te vertellen hoe het staat. Dat doe ik zeker. Dankjewel. Dankjewel. Jullie bedankt voor het kijken als je live keek. Volgende week dinsdagavond zijn we weer in de Waag in Amsterdam. Dan zonder publiek. Dan mag het altijd. Stuur een tweet, stuur een mail. Maakt allemaal niet uit. Je kan absoluut ook daar langskomen. We danken Streamzilla, onze streaming sponsor uit het Groningse. We danken met name het publiek wat hier de hele avond was. En zich als een echt goed publiek heeft laten zien en horen. En dat gaan ze nu nog één keertje doen. Wij groeten nu Stekel en Blom. Dag. Dag. Dank allemaal.